houtrijkdom van het eiland Batanta, gelegen bij de noordwesthoek van Nieuw-Guinea, bestaat voor een groot deel uit merkbouwbomen. Aangemoedigd door het gouvernement is een ploeg eilandbewoners begonnen met het vellen van deze bomen die het zogenaamde ijzerhout leveren. Door gebrek aan arbeidskracht Anta nog niet zo belangrijk. Tot dusver gingen hier per maand slechts 10 à 20 bomen tegen de grond. IJzerhout is bijzonder zwaar en sterk. Het leent zich voor vele doeleinden, zoals voor de aanleg van spoorwegen en havenwerken en voor de meubelfabrikage. Nog niet zo lang geleden wisten de bewoners van Batanta niets van de moderne techniek af. Nu zijn enige hunner geheel vertrouwd geraakt met de besturing van de bulldozer die gebruikt wordt voor het transport van de bomen naar de kust. Het vervoer naar de verschepingsplaats kan maar 80 dagen per jaar plaatsvinden. Op de overige dagen is de moerassige sleepweg door zware regenval namelijk volkomen onbegaanbaar. Aan de kust worden de stammen in kleinere stukken gezaagd en daarna worden ze aan boord gehesen van een ponton die voor het vervoer naar de gouvernementszagerij in Sorong zorgt. Een deel van de houtopbrengst van Batanta werd onlangs als proefzending geëxporteerd naar Zuid-Afrika.